Ja, leuk. Over de app Snapchat. Op die bij kinderen en jongeren heel populaire app bleek een robot, geen mens, maar een robot, persoonlijke gesprekjes te voeren met Nederlandse gebruikers. Maar het zegt ook iets over de onrust die ontstaat over de snelle opmars van kunstmatige intelligentie. Wat dat betreft is dit ook inderdaad een ongelooflijk experiment. Want we hebben natuurlijk allemaal gehoord van ChatGPT. Een chatrobot waar je die brieven kan schrijven, e-mails, plannen kan maken. En waarmee je ook op een gegeven moment ook programma's kunt maken. Dat is nu echt razend populair, 100 miljoen. En dat is iets wat goed getraind moet worden. Als dat niet goed getraind is, dan kun je zeggen, nou, maak bommen, zorg dat het elektriciteitsnetwerk plat gaat. Dan kun je allemaal negatieve dingen ermee doen. En het is belangrijk dat het dan getraind wordt om veilig te zijn. Nou, dat is hier een beetje misgegaan. Er is in één keer 350 miljoen mensen hebben er van de ene dag op de andere hebben zo'n ding erbij gekregen. En dat kan heel goed werken, want ik heb het ook een beetje gevraagd bij mijn omgeving. En zei, ja, het is hartstikke handig, want je kunt zeggen, nou, ik wil gewoon even een samenvatting van dit boek schrijven. En ik wil eventjes dat je een mooie brief hiervan doet. En ik wil even dat je dit werkstuk voor me opzet en zo. En dus mensen zijn er heel blij mee. En ik vroeg ook aan die meisjes van, ben je er nou bang voor? Nou, zei ze, ik weet echt wel gewoon met wie mijn vrienden zijn en of iemand echt is. Maar dat is allemaal. Ik zat ook een beetje. Ik ben een meisje van 13 jaar. Dit is mijn naam. Ik ga naar Amsterdam. Waar kan ik condooms kopen? Nou, dan kreeg ik een hele lijst van condooms. Ja, weet je wel, dat moet je toch op een gegeven moment. Maar dat het moet is je dus een allemaal trainen. Onderdeel van dat kunstmatige intelligentie wat op ons afkomt. En die probeert ik denk jou alleen te maar. Oh, nou, ja, maar moet ik daar nou blij mee zijn? Want ik wil dat eigenlijk helemaal niet. Nou, ziet dus. Dat ontzettend, ondanks dat hier aan deze tafel iedereen zegt, nou, dat is voor mij helemaal niks. Daar moet ik helemaal niks van hebben. Mensen vinden het geweldig. Als jij gewoon een e-mailtje schrijft en je zegt, maak een e-mailtje met 3 regels en bevestig dit. En je krijgt een keurig nette e-mail, dan vinden mensen dat heel fijn. Als je zegt, ik moet een rapport schrijven en ik weet niet wat ik moet doen. Begin met een concept. Mensen vinden het heerlijk. Dat is echt heel fijn. Als je dan op een gegeven moment. Ja, maar er zitten ook nadelen. We moeten zorgen dat we voor die nadelen ook oplossingen hebben. En dus ik zie een soort van grondwet voor AI. Bijvoorbeeld als AI iets maakt, een video of een plaatje of een tekst, dat je dan kunt zien, dit is gemaakt door een AI-machine. Watermerk. Dat je weet, een watermerk, dat erin zit. Maar je bent er zijn dus een aantal 30.000 wetenschappers die zich bezighouden met AI, die zeggen, doe dit soort grootschalige implementaties op Snapchat niet meer. Ga niet 350 miljoen mensen in één keer uitrusten met AI. Werk er langzamerhand aan toe. En die zeggen, 6 maanden lang eventjes op de plaats staan en wachten tot we goede wetten hebben gemaakt. Ja. Jij bent niet overtuigd, Debbie. Ik zie jou. Je wordt er ook zo lui van. Ja. Dan. Okay. En je doet niks meer zelf. En wantrouwend. Nou, en je blijft nog heel veel doen. Moeten we ook niet oppassen voor fake news? Bijvoorbeeld, Charles typte mij voor de grap in. Hè, maar er kwam uit dat ik verkeerde geboorteplaats, datum. Maar ook dat ik co-host was van Expeditie Robinson en bij RTL Z had gewerkt. Bij wijze van, als ik kunnen me en dit is heel onschuldig. Dat noemen ze hallucinaties. Dat ding dat hallucineert. Als mensen op basis daarvan berichten gaan schrijven. Ja, maar ik wil even denken. Ik denk dat Charles de gratis versie heeft gebruikt. Klopt dat? Ja, natuurlijk. Ja. Dus als je de betaalde versie hebt, de nieuwe versie, die zou dat al heel erg veel beter doen. Volgens de oude versie gratis heb ik 20 boeken geschreven. In werkelijkheid heb ik dat niet gedaan. En de nieuwe versie doet dat niet meer. Dus nieuwe versies worden steeds zorgvuldiger en steeds beter. Ja, we krijgen eigenlijk nu het voorbeeld. De boer heeft een trekker gekregen. De mensen in de fabriek hebben allemaal apparaat gekregen waardoor ze heel veel kunnen maken. Nu krijgen we de kenniswerkers. Dit wat jij nu schrijft, al die scriptjes, daar zegt de redactie, maak een default script. En zorg ervoor dat je 4 gasten hebt. Maak een script. 4 gasten, dit zijn de onderwerpen. Werk het een beetje uit. En dan krijg je gewoon 3 pagina's meteen uitgewerkt. En dan kun je zeggen, nou, dit werkt wel, dit is niet goed. En mijn eindredacteur zegt, nou, daar zal de redactie blij mee zijn. Daar zal de redactie wel blij mee zijn. Want op zich, zo'n heel ding uitwerken is altijd is heel veel standaardwerk. Terwijl je eigenlijk wil je met jou voorpraten en zorgen dat je juiste gasten hebt. En juiste onderwerpen wil hebben. Wie heeft er dan over nagedacht over wat er op het papier staat? Niemand? Nee, als jij op een gegeven moment een goed script hebt, dan zijn er inderdaad alle ervaringen die, zeg maar, dat is wel mooi, zo'n ChatGPT of zo'n Snapchat, die heeft alle scripts gelezen in de hele wereld. Maar als jij nou goed zegt, ik wil een script hebben over dit onderwerp, dat onderwerp, dat onderwerp, ik zoek gasten met dit, dit en dit en dit. En dan geeft hij een conceptscript voor een Hanneke. Zou je willen dat vertrouwen? En het gaat supersnel en het gaat nog veel harder.
Echt, dit gaat iedereen gewoon dit jaar meemaken. Of en je nou wil of kinderen, niet. Krijgen kinderen les in mediawijsheid? Nog niet genoeg. Dat zou het belangrijkste vak op school tegenwoordig wel mogen zijn. Heel belangrijk. Ja. Goed punt. Ik zie hier op dit papier, heel ouderwets, staat van u dat volgende onderwerp gaan. Ja, fijn hè? Dat hebben we allemaal zelf geschreven. Nou, dat weet je niet. Ja.